Tot aan de Franse tijd waren de katholieken tweede rangs burgers. Ze mochten hun godsdienst uitoefenen, als het maar niet vanaf de straat zichtbaar was. Want iedereen wist waar de katholieken bij elkaar kwamen. Het begin van de Franse tijd, 1796, werd de bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk afgeschaft. En werden ook de andere godsdiensten gelijke rechten toegekend. En omdat de kerken nu gelijke rechten hadden, bepaalde men dat de grootste groepering ter plaatse mocht kiezen of ze de oude kerk wilde hebben. En zo niet, dan moest er betaald worden voor de bouw van nieuwe kerken. En je begrijpt, met de beperkte financiële mogelijkheden van die tijd was dat volstrekt niet uit te voeren. Dus in een enkel geval gebeurde het wel dat bijvoorbeeld de katholieken de Sint-Jan terugkregen, dankzij Lodewijk Napoleon. Maar op een hele hoop andere plekken heeft dat erg lang geduurd voordat er een regeling was. Hij heeft ook geprobeerd om verschillende stromingen binnen bepaalde godsdiensten weer bij elkaar te brengen. Ook al natuurlijk omdat één nationale katholieke kerk goedkoper was dan twee nationale kerken. Lodewijk als koning was ook beïnvloed door de filosofische ideeën van zijn tijd. En godsdienst beschouwde hij eigenlijk als iets voor de privésfeer. Dat moest je in je privédomein maar regelen en vormgeven. En de staat die moest een soort controlerende functie hebben boven al die godsdiensten. Dus ik denk dat Lodewijk met een modern woord een vierwielig geloof eigenlijk aanhing. Dat wil zeggen, er moest gedoopt worden, dus je kwam met de kinderwagen, vierwielen. Er werd getrouwd in de kerk met de trouwkoets. En je werd begraven vanuit de kerk met kerkelijke rituelen. Behalve dus dat godsdienst voor Lodewijk eigenlijk in dienst stond van de vorming van een nationale eenheid van die verdeelde republiek met die provincies, had het ook een soort opvoedkundige functie, de godsdienst. Je moest volgens de godsdienstige regels leven, dan leefde je een fatsoenlijk en netjes leven. Maar Lodewijk stond ook open voor de verworvenheden van de wetenschap van zijn tijd. En bijvoorbeeld, een bekend voorbeeld, is de koepokinenting die was uitgevonden en beschermde mensen tegen ziektes. En Lodewijk die stond erop eigenlijk, die vond het belangrijk dat iedereen daar ook aan meedeed. Zijn kinderen liet inenten of zelf ingeënt werd. En er is bekend dat hij zich daarover uitsprak tegen mensen op de Veluwe die tegen zo'n inenting waren vanuit godsdienstige redenen. Dus hij vond ze mochten hun godsdienst uitoefenen als ze maar niet het openbare leven in gevaar brachten. Dus je kunt zeggen, de scheiding van kerk en staat, die later in de 19e eeuw uitgewerkt wordt en in de grondwet van 1848 principieel wordt verwoord. Eigenlijk kun je zeggen dat dat bij Lodewijk Napoleon goed gestalte krijgt.